En hier staan ze dan, de nieuwe heersers van het knorrelpotterij. Frank en Koen, hoe ze officieel gaan eten. Daar ben ik eigenlijk wel even benieuwd naar. Frank, hoe ga jij jezelf noemen? Volgens mij was ik de eerste, dus Frank de eerste. Prins Frank de eerste. Goedenavond, dames en heren. Wij staan hier naast de net onthulde prins en adjudant. Ik heb net al even jullie motto mogen zien, maar ik ben benieuwd. Kunnen jullie hem samen nog één keer herhalen? Met een brok als vorst hebben we dit jaar geen gebrek aan dorst. Ja, applaus. Ik vind dit knap, want jullie hebben inmiddels al heel veel adrenaline in je lijf. En dan heb ik eigenlijk nog wel een hele belangrijke vraag. Wat is jullie lievelingskleur? Ik kan niks anders zeggen dan roze nou, hè. Dames en heren, de prinses van de knorrelpotten 22-23 is geworden niemand minder dan Jasmijn. Prinses Jasmijn, adjudante V, onze kersverse prinses en adjudante van ons knorrenrijk. Ik heet Jasmijn, ik ben 11 jaar, ja. Ik ben V en ik ben 10 jaar. En wat doen jullie zoal voor hobby's? Wat vinden jullie leuk om te doen? Hockey en carnaval vieren, ja. Turnen en dansmaricus. Nee, maar Frank, je hebt hier een jaar op moeten wachten. Een jaar alles geheim moeten houden. Volgens mij is het best wel gelukt. Ik heb niet veel mensen gehoord die wisten wie het was. Maar heb je nog voornemens? Hoe ga je dit aanpakken? Terwijl er een schrieker achter mij doorkomt. Hoe ik het ga aanpakken? Ja, ik laat mezelf eigenlijk gewoon verrassen. En ik hoop dat we een mooi feestje van kunnen maken. Omdat we het 2 jaar lang eigenlijk niet of nauwelijks hebben kunnen vieren. Dat we het nou extra feest van kunnen maken. Wat is jullie planning? Wat gaan jullie zoal doen deze carnaval? Wat denk je ervan? Zie je het zitten? Ja, ik zie het heel erg zitten. Ja, volgens mij gaan we naar de burgemeester, als ik dat goed heb. We gaan op de grote carnavalswagen. We gaan ook naar de jongste en oudste persoon van het dorp. Er staat een man aan je zijde, volgens mij vol ervaring, zit al wel jaren in de raad. Wat ga jij doen om voor hem de beste adjudant aller tijden te zijn? Volgende vraag. Nee, maar wat een goede adjudant. Wat doet een goede adjudant? Ik kan me zo voorstellen als hij stilvalt, dat gebeurt wel eens, emotie, spanning. Gewoon met raad en daad bijstaan en er samen het mooiste van maken. En dat gaat helemaal goed komen, denk ik, dit jaar. Ja, dat denk ik ook. Ik zie hier 2 mannen staan die er zin in hebben. Die gaan ervoor. Volgens mij zijn de knorrenpotten ook wel toe aan een nieuwe prins. Dus dat geluk heb je. Het kan bijna niet tegenvallen. Zijn er nog dingen, speciale dingen die je verwacht, die je denkt te gaan doen? Of heb je meer zoiets van, ik laat het op me afkomen? Laat het op me afkomen. Nou, dames, jullie hebben helemaal gelijk. Heel veel plezier, van harte gefeliciteerd en geniet ervan. Hé, hey, maar carnaval in Haren, wat is eigenlijk het mooiste als jullie zeggen, wat typeert nou echt de carnaval in Haren? Ik vind het toch wel diepgaande vragen zo op een zaterdagavond. Ik wil er best wel op reageren. Sowieso de eerste optocht van de hele regio. Zo wel niet de eerste optocht in Brabant. Toch wel iets speciaals. Zeker. En de dinsdag beginnen met bejaardenbal. Misschien heel denigerend gezegd. En daarna de kindermiddag. Jong en oud door elkaar, daar zie je bijna nergens. En hier, ik denk wel 2-3 dagen. Ja, dat is wel typerend, denk ik. Jullie gaan er gewoon voor om van iedereen uit Haren, jong, oud, dik, dun, ziek, zwak, misselijk, alles om voor iedereen een prachtig feest van te maken. Ja, ik denk, dames en heren, dat we daarmee af moeten sluiten. Ik zou wel af willen sluiten met nog één keer de leus. Met een brok als vorst, deze carnaval geen gebrek aan dorst.